woensdagochtend omstreeks 19:30 wordt Schiedam opgeschrikt door gillende sirenes. Brandweer, ambulance en politie spoeden zich naar het centrum van de stad, aan de Hoogstraat. Aldaar werd een gebouwbrand gemeld. In zeer korte tijd werd er opgeschaald naar middelbrand, niet veel later naar grote brand. Het vuur woedde in een wokrestaurant wat vermoedelijk afgelopen nacht al is ontstaan. Het vuur dat wist zich een weg naar bovengelegen etages te banen. Met veel materiaal deed deze brand bestreden, die zich ook nestelde tussen muren en plafonds. Omliggende panden liepen lichte schade op. Eén brandweerman raakte licht gewond nadat hij van de trap viel. Om 19:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. De forensische opsporing van de politie heeft een onderzoek ingesteld. Het is de tweede grote brand in deze winkelstraat in een week tijd. Er is brand geweest in een Chinees restaurant. De brand is vermoedelijk ontstaan op de gegaan grond en heeft zich in de loop van de nacht uit kunnen breiden naar de bovenliggende verdieping. En vanmorgen werd er rook geconstateerd en is de brand ingeveld. Was de brand heftig? Bij aankomst was het te moeilijk om toegang te krijgen voor het pand, omdat door de beveiliging zit er een hek voor. En dat betekent dat we wat eerst de potten moeten zagen. Er zat veel warmte in het pand. Het pand zat helemaal dicht en dat betekent dat de warmteopbouw behoorlijk was. En dat maakt het voor de mensen heel lastig om binnen te komen. Het pand zit tussen andere panden in. Hebben die gevaar gelopen? Bij dit soort panden is het altijd heel lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Het is zo dat het oude gebouwen zijn. Dat betekent dat de scheidingswanden tussen die panden vaak doorbroken zijn, dat er gaten in zitten en dat maakt dat je altijd rekening moet houden met uitbreiding naar de naastliggende panden. Alleen die hebben we allebei gecontroleerd en er was geen brandafbreiding naar de naastliggende gebouwen. Er zitten hier ook woningen, zijn er gewonden gevallen? Nee, er zijn geen gewonden gevallen. Anders dan een gewonde collega, die is tijdens het bloedwerkzaamheden van de trap gevallen en heeft zijn rib gekoest.